geloof dat er één bioscoop was. In Utrecht keek je in het krantje. Nou, er was altijd wel wat. Een theatertje, een voorstelling. Hier moest je echt, als je naar het theater wilde, moest je ver van tevoren je kaartjes kopen. Dat is de laatste tijd wel ontzettend gegroeid. De tijd dat ik woon, ja, cultureel is het behoorlijk vooruit gegaan, vind ik. Het is nou een mooi breed aanbod. En dat is wel het charmante aan deze omgeving. Dat je, ik noem maar, ja, inderdaad Keulen, een concert, opera's in Luik. Nou, geweldig. Dat zijn allemaal dingen die je hier vandaan heel erg goed kunt doen, kunt gebruiken. Prachtig. Het is een geweldige sport die, ja, een prachtige combinatie is van lekker fysiek bezig zijn, spanning en een prachtige omgeving. En gewoon daar zijn is erg mooi, de bergen zijn prachtig. En ook wel het avontuur, ja, wel gedoseerd, maar het is wel zo, kan spannend zijn. We zijn echt over een ijswand zijn we naar beneden gestort, en allebei zwaar gewond. Mijn klimmaatbed is ook heel lang buiten bewustzijn geweest. Uiteindelijk met een hele grote helikopterredding zijn we van de berg geplukt. Bert had de nacht zeker niet overleefd als we niet gereed waren op tijd. Ik loop hier ontzettend veel. Prachtig gebied. Ook een fijn trainingsgebied, hè? De hoogteverschillen, dat is heel goed voor je training, voor je hardlooptraining. Goed voor je conditie. En ook ja, de nabijheid van de Ardennen, dichter bij de Alpen, dat vind ik ook wel erg aangenaam.